Ik ben Shema, ik ben 18 jaar oud en vandaag ben ik met... Avena, ik ben 18 jaar oud en ik woon in Amsterdam. Yes, ik ben Sabrina, ik ben 24 jaar oud. De tijd gaat zo snel. Het is net 2 maanden geleden eigenlijk dat ik nog 23 was, terwijl ik mezelf nog steeds 23 voel. Af en toe zeg ik ook per ongeluk 23, omdat het gewoon... Moet je nog aan wennen? Ja, omdat ik er eigenlijk nog aan moet wennen, eerlijk gezegd. Heb je nog wat leuks gedaan voor je verjaardag? 2 maanden geleden? Ja, eigenlijk eerlijk gezegd, door de corona is het niet uitgepakt zoals ik zou willen, maar ik heb het leuk gehad. Laat maar mooi. Yes. Nou, vandaag, toevallig dat we het erover hebben over corona, maar vandaag gaan we het natuurlijk hebben over mental health tijdens de lockdown. En we hebben hele leuke vragen bedacht. En die delen we in 3 categorieën: sociaal, psychisch en fysiek. Wat heeft iemand een voorkeur voor een categorie waar we mee gaan beginnen? Ik wil wel beginnen met fysiek. Ja? Leuk. Ja. Oké, dan mag je de eerste vraag pakken voor fysiek. Ik ga er eentje pakken. Nou, ik breek het spits af met... Ben je een lui of actief persoon geweest tijdens de lockdown? Nou, het is maar net wat je lui of actief vindt. Nee, gewoon eerlijk zeggen. Eerlijk zijn, Avena. Dat is gewoon een indekking eigenlijk. Ja. Ik voel mezelf niet lui, maar actief zou ik het ook niet noemen. Dus een beetje ertussenin. Dat wel. Heb je bepaalde oefeningen of een bepaalde sport gedaan? Ja. Weet je wat ik heb gedaan door jou tijdens corona? Skileren. Ja, skileren. Ik had jouw rollerskates gebruikt. Klopt. Want ik dacht, iedereen ging natuurlijk iets proberen tijdens de coronatijd. Klopt. En toen had zij rollerskates besteld, maar ik wou ze nog niet bestellen. Dus toen had ik ze van haar geleend. En dat is dan, daar heb je eigenlijk wel wat gedaan. Ik zou bijna met jullie mee willen doen. Waarom hebben jullie mij niet uitgenodigd? Ja. Nee, maar dat is echt heel leuk. Dus, dat is echt een beetje nostalgie. Weet je, vroeger altijd skileren en zo. Ja. Maar toen ging ik dat doen. Dus ik was het bijna vergeten eigenlijk. Ja, ik heb geskileerd. En wat heb jij gedaan? Ja, ik ben best wel actief geweest, moet ik zeggen. Ik heb van alles gedaan. Ik heb van alles uitgeprobeerd tijdens corona. Want ik ben iemand, ik moet wel actief zijn. Mm-hmm. Anders denk ik heb niks gedaan. Dus dansen. Wat heb je bijvoorbeeld gedaan? Ik ben gaan dansen, ik ben gaan wandelen, ik ben gaan sporten, gaan fitnessen. Een beetje krachttraining thuis. Ja, want ik vind echt, ik vond het zo erg dat de gyms allemaal nu... wegens de lockdown op slot zijn. Want je ging voorheen wel naar de gym. Ja, zeker. Ik ben echt de gymfanaat, dus ik vond het echt jammer. Dus ik dacht, nee, ik maak gewoon mijn eigen gym thuis in mijn kamer. Dus gewoon een paar dumbbells had ik al een tijdje. Met die dumbbells ging ik trainen, dus dat is wat ik heb gedaan eigenlijk. Nice. Klinkt echt spannender dan ons. We hebben niks gedaan als ik zo luister. Nee. Maar rollerskaten is ook gewoon leuk. Dat is ook best wel spannend. Ja, het is best intens. Weet je dat je heel makkelijk kan... Je raakt er echt uitgeput. Ja. Nou, oké, volgende. Next. Waar heb jij een voorkeur? Omdat we al fysiek hebben gedaan, denk ik dat we gaan naar sociaal. Sociaal? Ja. Nu wordt het droevig. Dat zou je wel denken, klopt. Nou, deze is leuk. Heb je de afgelopen maanden nieuwe contacten kunnen leggen? Heb ik dat gedaan? Ik ben wel in de lockdown begonnen aan een opleiding. Daar kom je natuurlijk in een klas met nieuwe mensen, een opleiding vol met nieuwe mensen. Dus daar heb ik enigszins wel 2 nieuwe contacten gemaakt. Maar ik zou niet zeggen dat ik echt, net als voorheen, dat je bijvoorbeeld op een verjaardag bent en dat je daar nieuwe mensen ontmoet. Of dat je, weet ik veel, ergens naar buiten gaat met andere vrienden van vrienden. Dat je zo, dat heb ik dan wel weer minder gehad. Maar school heeft het dan... Wel bevorderd of zo? Ja, ik denk het wel. Hoe zit dat met jou? Bij mij, ik heb wel veel nieuwe mensen leren kennen. Ook door school. Ik ben ook een nieuwe opleiding begonnen tijdens de lockdown. En ook omdat je online iets actiever wordt. Dus misschien een Zoom-meeting, dat je dan, zo op die manier. En ik denk dat mensen ook echt ervoor open staan om nieuwe mensen te leren kennen. Want je ziet elkaar niet in het echt. Dus ja, ik denk wel dat ik een nieuwe mensen heb leren kennen. Ik ben er wel blij mee. Het is wel mooi dat je dat... Ondanks de lockdown, dat je dat toch nog hebt kunnen ervaren. Ja, dat je dat nog wel kan zeggen. Hoe zit het met jou? Hoe het bij mij zit, ik wou dat ik ook kon zeggen dat ik via school nieuwe contact heb gekregen. Helaas niet. Maar wat ik wel heb gedaan is dat ik de buurt wat meer heb leren kennen. Dat ik gewoon veel meer mensen aanspreek in de buurt hier. Dus dat is wel iets moois wat corona mij heeft gegeven. Dat ik gewoon meer
ja, meer alert ben op mijn omgeving. Ik denk ik trouwens ook hier natuurlijk, want bijvoorbeeld door mijn nieuwe opleiding ben ik bij een nieuwe stage terechtgekomen bij House of Besma. En daar zit jij natuurlijk. Ja, klopt. Inderdaad. En dan daar eigenlijk, dat bedacht ik me net, dan kom ik ook op zo'n plek als hier terecht. Waardoor wij ook eigenlijk ook, dat ik hier ook nieuwe gezichten zie. En dan bijvoorbeeld Abena meenemen. En dat Abena dan ook nieuwe gezichten ziet. Dus misschien, dit is ook wel een leuke, dat is ook wel een leuke gelegenheid. Ja, het is niet allemaal slecht, de corona. Dus nee, het is ook zo dat mensen gewoon contact kunnen houden en behouden. En zonder corona hadden we dit gesprek ook niet. Hè? Ja, klopt. Precies. Yes. Mensen worden steeds creatiever. Ja, we worden creatief eindelijk. Gaan we nu psychisch doen? Wil jij psychisch? Ja hoor. Zal ik hem aangeven? Graag. Yes. Oké, zijn jullie ready? Ik heb het niet eens vast, maar toch zeg ik ben benieuwd. De heftigste categorie is die we hebben. Ja, het klinkt ook echt heftig. Het is ook heftig. Het is een heftige, maar belangrijk onderwerp. Oké. Vind je dat jouw kijk op het leven is veranderd op bepaalde dingen sinds de lockdown? Dus ik vind het echt een goede vraag. Nou, denk ik, dit is een hartstikke goede vraag. Hier kan je echt je hersenen over breken. Maar zal ik de eerste zijn die dit gaat beantwoorden? Oké, het heeft me enorm veel inzicht gegeven. Het heeft me enorm veel inzicht gegeven over wie ik ben en hoe ik wil staan in het leven. Ja, dat komt omdat als jij meer vrije tijd hebt, als je meer tijd hebt om met jezelf bezig te zijn, dan ga je bepaalde dingen signaleren waarvan jij denkt, oké, dit zijn dingen die ik graag wil verbeteren. Dit zijn dingen van mezelf, kwaliteiten die ik bezit, die ik graag wil uitbreiden. En het is eigenlijk waarvan ik denk, oké, corona is eigenlijk een blessing in disguise. Want het heeft me meer doen denken over wat ik nog meer zou willen bereiken in het leven. En wat ik meer zou willen doen nadat corona over is, maar ook tijdens corona. Dus aan mijn mentale welzijn werken. Mm-hmm. Oh, heel mooi. Ja, en je hebt het echt goed voor je. Je hebt echt perfect. Ja, dat is echt. Ik denk dat veel mensen het met je eens zijn. Dat vind ik heel ik mooi. Ook. Dus, Hoe zit jij erin? Ik ben de vraag vergeten. Ik zou het nog een keer. Ja, graag. Vind je dat jouw kijk op het leven is veranderd op bepaalde dingen sinds de lockdown? Ja, inderdaad. Echt verschillende aspecten in mijn leven ook wel. Misschien vooral ook met mijn geloof. Hoe ik met andere mensen omga. Contacten behouden. Het belangrijke komt nu wel echt op de voorgrond. En dat vind ik ook wel mooi om te zien. Dus En hoe komt dat het door corona is? Ja, tijd. De spiegel die je voor je hebt, die wordt steeds helder of zo. Dus je kan echt goed naar jezelf kijken van wie ben ik? En wat vind ik belangrijk? En wat wil ik doen? En zoals wat jij zei. Dus, thanks corona. De spiegel die je voor je hebt, die wordt steeds helderder. Dat is wat je zei. Eigenlijk is dat dom. Het is helder. Nee, voor mij. Ik heb het verkeerd gezegd. Oké. Maar goed. Dus, Dus ik vind dat jij gewoon een hele mooie uitspraak hebt gezegd. Dank je. Ja. Ja, voor mij is het ook wel hetzelfde als wat Sabrina zei. Ik denk dat ik vooral ook besef nu heel veel dingen die we niet kunnen doen, die ik voorheen eigenlijk nooit zou doen. Mm-hmm. Rollerskaten bijvoorbeeld. Maar ook gewoon een sport proberen, dat ik denk, waarom heb ik het nooit eerder gedaan? Of uit eten gaan of zo. Ik ging niet, ik weet niet, het lijkt als al die dingen die je een beetje voor lief hebt genomen, nu opent het je ogen dat je bij elkaar kan komen in hele grote groepen, dat je verjaardagen kan geven zonder stiekem te doen. Precies. Al die kleine dingen, die komen nu wel een beetje boven water, dat je denkt, oké. Of de avondklok bijvoorbeeld. Ja. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Het is ook verschrikkelijk. Het is gewoon een beperking in gewoon je vrijheid. En dat is ook Het is natuurlijk voor een goed doel, maar het is wel, je moet wel beseffen dat voorheen kon je altijd gewoon, had je de tijd om ergens thuis te komen of ergens naartoe te gaan. En nu moet je wel gewoon even beseffen dat niet zomaar gaat. Precies. En dat zijn die kleine dingen die ik wel nu heb beseft. Van ik kon zoveel doen en nu zijn maar een paar dingen beperkt. En ik voel me al helemaal alsof ik niks meer kan. Ja, klopt. Wij mensen, we houden gewoon in eerste instantie niet van beperkingen. Dus als er een beperking voor je wordt opgelegd, dan zien we dat als iets vervelends. En het is gewoon helaas wat het is en waar wij mee moeten zien te dealen. Maar ik vind het heel mooi wat je zei over het feit dat wij gaan waarderen wat we hebben, omdat veel ook weggenomen is tijdens corona. Ja. En dat is mooi, dat je gewoon leert dat niet alles gewoon vanzelfsprekend is. Dingen die vanzelfsprekend zijn voor jou, zijn niet vanzelfsprekend voor andere mensen. En dat je ook weet dat wij het eigenlijk redelijk goed hebben. Eigenlijk wel. Ja.
Ja, het kon echt veel erger. We konden ook in lockdown zitten en op straat leven, bijvoorbeeld. Snap je? Sommige mensen die leven echt op straat. Ja, sommige mensen leven. Ik heb echt mensen op straat gezien dat ik denk, jij moet ook in lockdown. Jij kan ook niet meer zomaar nog ergens last minute een baantje vinden of zo. Mm. Waar ben jij aan het schuilen als het koud is? Of waar ga jij je tijd doorbrengen terwijl de straten doodstil zijn en zo? Heb je nog een toevoeging? Nee. Ik zit echt te luisteren. Ja. Ik zit echt te luisteren. Ik ben onder de indruk. Ja. Oh, nou, ga jij een nieuwe pakken? Ja, ik ga een nieuwe pakken. Yes. Ik heb er eentje uit de categorie fysiek. Heb je wat nieuws uitgeprobeerd tijdens de lockdown of hield je het allemaal zo casual mogelijk? Daar hadden we het toevallig net over. Ja, ik denk dat het wel aansluit op wat we net allemaal zeiden. Mag ik een andere vraag pakken? Die lijkt heel erg op. Ja, doe maar, want als het niks voor jou is, is het niks voor jou. Zo simpel is het. Dit is uit de categorie psychisch. Ervaar je misschien iets vaker dan normaal eenzaam of nare gevoelens sinds de lockdown? Oh. Spannend. Ja, ik denk het wel. Maar aan de ene kant ook weer niet. Ik weet niet zo goed hoe ik deze vraag moet beantwoorden. Shame, vind je hem lastig? Ja, ik vind het een lastige vraag. Ja. Misschien als jullie iets. Ja. Ik vind eerlijk gezegd dat we ons er niet voor moeten schamen. Ik denk dat sinds de corona, sinds jij niet meer mensen mag ontvangen, niet zoveel als eerst, niet zoveel als voorheen, het is bijna niet heel, dat jij gewoon, en ik denk niet alleen wij, maar gewoon iedereen met eenzaamheid te kampen heeft. En dat het gewoon al lastiger is al in deze periode. En daarbij komt ook nog eenzaamheid bij kijken, dat het gewoon heftig is. Dus als ik het ook moet specificeren op mij, ja, ik voel me meer eenzaam dan voor de lockdown. Mm. En ik voel ook veel meer eenzaamheid, om eerlijk te zijn. En dat komt dus omdat je beperkt wordt in het zien van andere mensen of in het uitvoeren van bepaalde activiteiten? Ja, klopt. Dat heb je heel goed gezegd en heel goed geformuleerd. Dat is gewoon eigenlijk de essentie. Ik denk dat we dat ook hebben, maar ik weet niet per se, om eerlijk te zijn, of dat bij mij per direct eenzame gevoelens opwekt, omdat ik werk nog, ik kan nog naar mijn werk gaan en ik kan bijvoorbeeld nog hier zijn op stage en ik kan nog les volgen. Je kan nog wel online, maar ik heb ook bijvoorbeeld gewoon lesdagen op school gehad, dus en ik heb een hele grote familie en ik heb gelukkig ook gewoon nog vriendinnen die ik wel eens zie of spreek, dus ik denk dat het voor mij niet zo heel erg op mijn leven heel erg impact heeft gehad, zeg maar de eenzame gevoelens dat ze per se nu zijn gekomen. Maar het verbaast me niet als heel veel andere mensen het hebben. En ik zou er ook echt voor openstaan om dan met die mensen te praten en ze helpen daarbij beter te voelen. Want dat is ook iets wat ik heel. Dat is ook de reden bijvoorbeeld dat ik hier zit voor mijn stage. Ik vind het natuurlijk heel leuk en interessant dat er mensen zijn die dat wel ervaren. Ja, nee, klopt. Nice. Maar ik vind ook het heel fijn van jou dat jij ook het gehele plaatje kan zien en niet alleen maar denkt van oké, ik heb er niet mee te maken, maar dan zal het waarschijnlijk niet erg zijn. Maar er zijn ook mensen die het kunnen onderschatten en ik onderschat het ook niet. Net zoals ik het heel goed vind dat jij die inzicht hebt, heb ik ook het inzicht van dat corona gewoon tijdelijk is, maar gewoon ook vervelend is. En en dat niet iedereen bijvoorbeeld de luxe heeft om naar stage te gaan of de luxe heeft om zich in een netwerk te bevinden. En dat is dus wat ik me heb beseft, waardoor ik het eigenlijk zelfs een bijna schandalig zou vinden van mezelf om me eenzaam of niet fijn te voelen. Omdat niet iedereen kan zeggen dat hij nog naar stage kan gaan, dat hij nog naar werk kan gaan, dat hij nog naar school kan gaan, dat hij een grote familie heeft, dat hij nog vrienden heeft die ervoor openstaan om toch nog in deze tijd elkaar te zien. En daarom zeg ik dat het voor mij niet zo is, maar omdat ik weet dat bijvoorbeeld voor de helft van Nederland die geen werk meer heeft, die niet naar school kan, die geen stage heeft, die geen familie heeft, dat wel zo is. En dat is de dat ik zeg, ik besef me wel dat ik daar in heel erg veel geluk heb gehad. En dat je ook dankbaar mag zijn. Je bent echt geblest dat je dat ik dit nog mag hebben. Ja. Dus dat is de dat ik het eigenlijk niet heel erg ervaar. En hoe zit dat dan met jou? Ik ben het ook wel met jou eens. Ik denk ook dat we in hetzelfde straatje zitten qua grote familie, opleiding, zelfde vrienden, zelfde leeftijd. En we zijn zelf ook vrienden. Dus ik zou ook, denk ik, ondankbaar zijn als ik zou zeggen, ik voel me alleen. Maar ik denk dat als ik me zo zou voelen, dat ik dat ook wel mag uiten. Want soms zit je in een grote familie, maar voel je hartstikke eenzaam. Ja. En kan je bepaalde gevoelens niet uiten, omdat, weet ik veel, niemand je echt goed begrijpt. Maar ik voel me niet, ik heb me niet eenzaam gevoeld of alleen. Dat is mooi om te horen. Nou, dat is heel mooi om te weten. Inderdaad. We gaan nog één vraag pakken. Yes.
Sabrina mag categorie kiezen. Even denken hoor. Wat hebben we voor we hebben fysiek twee keer gehad. Of drie? Nee, twee keer. We hebben psychisch gehad. Sociaal. Ik pak sociaal, ja? Ja, prima. Doe maar sociaal. Jij mag hem als eerste beantwoorden. Is goed. Prima. Zeg het maar hoor. Nee, ik wil toch een andere. Wat jij wil. Ja, die vragen lijken een beetje op elkaar. Ja. Als het je niet aanspreekt, spreekt het je niet. Ja. In hoeverre beïnvloedt de lockdown je thuis? In hoeverre de lockdown me thuis beïnvloedt? Nou, eigenlijk eerlijk gezegd, als je gewoon met een druk gezin thuis woont, wat ik heb. Dus op een gegeven moment word je gek. Het is gewoon, mooi. Het is echt perfect gezegd. Zo, ja, klopt. Op een gegeven moment kan je een beetje knettergek worden. Dan moet je gewoon je eigen ding gaan doen. Maar het is natuurlijk logisch. Ik zou liever hebben dat ik in een drukke omgeving ben, in een leuke omgeving ben, dan in een omgeving waar je niet jezelf kan zijn, waar je jezelf niet kan uitdrukken en waar het gewoon stif is. Mm-hmm. Dus ik ben gewoon echt heel blij dat ik kan zeggen dat mede door hoe ik me opstel naar mijn familie, dat ik gewoon heel blij ben dat ik gewoon contact heb met mijn familie, goede contact met mijn familie, niet oppervlakkig. Dat ik ook gewoon zeg waar het op staat en dat ik gewoon echt die communicatie met mijn familie opzoek. Dat heb ik expres gedaan, omdat mede door corona ik besef dat ik ook meer wil halen uit mijn relatie met mijn familie. Dus ik zie het echt als ook een blessing. Ook al wil ik soms wegrennen, denk ik, wat is dit nou? Ik wil gaan, ik ga gewoon een rondje lopen. Af en toe denk ik toch, ik waardeer heel erg wat ik heb. En ik ben heel erg blij dat dit mogelijk is. En dat ik gewoon eerlijk kan zijn tegen mijn familie. Want niet iedereen is eerlijk. En niet iedereen laat zijn echt authentieke, zijn authentieke zelf zien. Dus ik ben echt heel blij dat ik dat kan doen. Nou, ja. Dat is heel mooi gezegd. Ja, yes, dankjewel. Nice. Fijn om te horen. Hoe beïnvloedt het bij jou thuis? Ik vind het woord thuis echt een heel mooi begrip. Omdat ik thuis zie ik ook, ik voel me ook thuis bij een paar van mijn vriendinnen, dus dat zie ik ook als thuis. Dus als dat wordt beperkt, dan word je thuis ook beperkt. Dus dat miste ik wel heel erg. Maar omdat je thuis, jouw huis thuis, is niet de enige thuis, bedoel je? Ja, ik voel me niet alleen thuis in mijn eigen huis. Dus dat is wat je mist eigenlijk? Ja, dat is wat ik dan heb gemist in die tijd. Dus dat heeft het dan beïnvloed, dat ik een iets kleiner thuis zat. Zie je hoe verwend we zijn? We hebben een kleiner thuis. Oh. Ja. Ik denk dat het bij mij ook beïnvloedt. Als klein of wat zien jullie als groot? Oh, sorry, ga zo maar. Nee, natuurlijk. Zonder dat je Nee, zeg maar, wat wij antwoord hebt gegeven. Ja, wat zien jullie eigenlijk als een klein gezin en wat zien jullie als een groot gezin? Want ik ben nu gewoon eigenlijk met mij meegerekend met 5 personen thuis. Wat vinden jullie dan klein? Wat vinden jullie groot? Ik vind 5. Ik ben met 6 thuis. Ik vind dat. Ik vind het, wat ik heb, vind ik wel ook veel. Ik ben thuis met alle soorten leeftijdscategorieën. Ik zit op de hogeschool. Daar heb ik iemand thuis op de middelbare school. En heb ik iemand thuis op de basisschool. En heb ik ook nog 2. Een zusje die sinds kort op de basisschool zat. Sinds een maand of 2. En die zat bijvoorbeeld op de peuterschool. Dus in mijn huis was het best wel druk. En dan heb ik bijvoorbeeld ook 2 werkende ouders en een moeder die dan thuis moest werken. Dus als je kijkt naar de lockdown en hoe beïnvloed je thuissituatie. Ja, alle leeftijdscategorieën moesten van thuis werk school maken. Dus in die zin was het ook wel druk bij mij thuis. Maar zoals ik zeg, gelukkig hebben we op een gegeven moment de mogelijkheden gehad om allemaal de deur uit te gaan. En gewoon naar onze werkplek te gaan en gewoon naar onze scholen te gaan. En verder besefte ik me, zoals jij zegt, dat je gewoon na gaat denken in deze tijd en dat je bedenkt van oké, ik ben eigenlijk best wel verwend. Ik kan nog tenminste thuis zijn of ik heb nog tenminste mensen om me heen die ik mag vinden als ik thuis kom. Dus mijn thuissituatie, misschien meer dat het mentaal voor me is veranderd, maar niet per se. Snap ik. Niet per se. Maar hoe was het dan, zeg maar, ging je dan anders met je gezinsleden om? Want ik kan me wel voorstellen dat het best wel chaotisch is met al je gezinsleden thuis van verschillende leeftijdscategorieën? Nee, ik heb het wel normaal gehouden zoals altijd. Het is niet per se alsof iedereen zich anders heeft gedragen. Het was gewoon wel wat drukker. Je zag gewoon dat iedereen wat aan zijn hoofd had en dat iedereen een beetje aan het stressen was van, oh, hoe gaan we dit doen en hoe gaan we dat doen en lukt het wel met zoveel mensen in een huis en hoe ga ik een Zoom-meeting houden? En dat was meer de stress. Ik begrijp het wel, ja, tuurlijk. Maar voor de rest vond ik het wel een beetje te doen. Ik heb wel een beetje casual gehouden eigenlijk. Yes. Hoe heb jij thuis overleefd? Jij bent niet met zoveel thuis. Nee, ik ben niet meer met zoveel thuis, maar
ja, zoals gewoonlijk eigenlijk. Gewoon heel chill en iedereen gewoon doet zijn eigen ding. Niet te veel op elkaars lip zitten. Neem gewoon de ruimte als dat moet. En ja, zo houd je het wel gezellig, vind ik. Nou, ik vond het wel interessant. Ik vond het hartstikke interessant. Jullie kijk op de tijd in de lockdown te horen. Sabrina, je hebt ook echt heel veel leuke en wijze dingen gezegd. We zaten allebei echt naar je te luisteren. En omdat ik je nog niet zo vaak en zo lang heb gesproken. En nu heb ik je heel veel interessante en wijze dingen horen zeggen. Dus echt mijn complimenten. En jullie ook weten dat mijn ego je grotere gaat worden. Nee hoor, hartstikke bedankt. Maar ook aan Abena die last minute is komen aanschuiven. Vond ik echt heel leuk dat, dat we dat hebben kunnen doen vandaag. En mijn compliment ook naar jou dat je het gesprek draaiende... Ja. Weet toch? Dat heb je heel goed gedaan, Shema. Ja, wil ik ook erbij toevoegen. Je hebt het echt heel goed gedaan. Yes. Master. End of the conversation. Fijne dag verder iedereen. Yo. Doei. Doei. Yay. We hebben het gedaan. Yes.